Goedenavond allemaal, daar zijn we weer. Mijn naam is Barbara van der Boom van Paper Tree. Ik zit in Lexmond bij mijn atelier. Daar geef ik workshops. En vandaag laat ik in een filmpje zien. Twee dingen hebben we te doen. Dus we hebben een drukke avond vanavond. Ik ga een label maken. Dat is een label zoals deze. Ik ga even kijken of dat we hem kunnen zien. Dit is een label dat heb ik gemaakt. Afgelopen zaterdag 25 januari was de opening van mijn atelier. We hebben toen een labeltje net zoiets als dit met een andere opdruk gemaakt. Maar ik wilde dit labeltje nu nog een keertje maken, maar dan met de stempelset knuffels op papier. En het papier wat ik gebruikt heb, het designer paper wat ik gebruikt heb, dat komt uit het setje wat je krijgt als je instapt als demonstratrice. Ik ga aan de slag. Ik heb hier Bermuda Bay en Bermuda Bay vooral gebruikt als basis. Ik ga nu aan de slag met terracotta tile. Een stukje van, dit is 21 centimeter bij ongeveer 5,2. Het moet in de pons, in de labelpons passen. Een stukje DSP, dat is iets kleiner dan die 5,2. Dus het zal ongeveer 4,9 zijn of zo. Bij, even kijken, volgens mij was dit... weet ik niet, zal ik zo even kijken. Een stukje wit heb ik zo meteen nog nodig om op te stempelen. En deze heb ik geponst met een nieuwe pons. Ik ben ook de naam van deze kwijt. Met deze nieuwe pons die in de nieuwe mini-gids staat. Die heb ik alvast geponst. En gaan we aan de slag. Even kijken hoor. Dan gaan we dit labeltje, gaan we hem eerst ponsen. Kijken of mijn pons het doet. Niet helemaal netjes. Zo. Dat rondje, dat moeten we bewaren. Dat hebben we zo meteen nodig. Dat rondje wat eruit komt, dat hebben we zo meteen weer nodig. Dat doen we weer op het gaatje. Hij is niet helemaal netjes geponst. Dus knip het er even af. Zo. Dan vouwen we de label om. Want hoe leuk is het als je zo'n pot met snoep weggeeft, dat je er dan zo'n label aan hangt. Of misschien hang je hem wel aan een zakje met snoep. Deze gaat hierop. Zo, dat doen we met een beetje lijm, want dan kunnen we nog een beetje schuiven. Erop. Opletten, we hebben hem zo en dan gaan we hem hier zo opplakken. En dan gaan we daarna bovenin het gaatje maken. Dat doen we met deze. Die leg ik zo voor me neer. Het gaatje, ik wil dit gaatje gebruiken. En door hem zo neer te leggen kan ik even goed zorgen dat hij in het midden zit. Op een labeltje. Nou nee, een beetje druk. Want je moet door heel veel lagen papier heen. Deze manier. Zo. En dan gaan we de... Deze komt hierop. Dan ga ik een touwtje omheen doen. Kies ik in dit geval voor Bermuda Bay. Even kijken. Zo. Ik wil er een strikje in maken. Knippen we hem hier af. Doen we achterop een beetje tape. Waar ligt mijn tape? Het zit nog in een rolletje. Dus deze. Tear and tape. Dat is een nieuwe rol. Doen we een rolletje tape gewoon even zo over de achterkant heen. Een beetje in het midden. Schuren we af. Het achterkantje eraf. Even kijken wat ongeveer het midden is. Dit is het midden. Dus dan doen we. Even kijken hoor. Anders is het niet te doen. Deze zo. Deze zie je. Nou is die kant weer langer dan de andere kant. Kijken.
Zoiets dan. Zo. Zo komen we beter uit. Doen we daar een strikje in. Dat proberen we in ieder geval. Hier vast een strikje op. Verrukkelijk vind ik echt zo'n leuk woord voor dit soort dingen. En je kan verrukkelijk voor meer dingen gebruiken. Iemand kan ook verrukkelijk zijn. Zo, dat werken we zo nog even bij als de bovenkant erop zit. Strikjes willen nooit wat je wil als je ermee bezig bent. Dan leggen we dat even aan de kant. Gaan we deze stempelen, dat doe ik even met de stemparatus. Want ik zeker wil zijn dat die goed op zijn, dat de tekst er goed op staat. Denk ik dat ik hem zo moet doen. Dan moeten we hem namelijk ook nog eruit halen. Kijken waar mijn ding is. Hij moet zo meteen hieruit. Nee, niet hieruit. Hij moet hieruit zetten. Dus ik moet even kijken of dat papier zo. Ja. Dat we dat zo redden. Ja, dat redden we. Zo. Doen we die dicht. Pakken we. Nou, ik had hem niet recht liggen. Nou zit mijn stickertje er een beetje scheef op. En ik weet dat ik hem ongeveer zo moet neerleggen. Dan kan ik hier kijken of dat die recht is. Ja, redelijk. Dan inkten we deze. Eén keer doen we hem een paar keer. Dan wordt het wat dikker. En met de stemparatus kan dat normaal gesproken. Want dan verschuift hij niet. Maar nu... Je altijd zien. Toch mijn tweede magneet er maar even bij. En ik vergeet iets. Dit is een stempelset met een kussentje. Dan heb ik die niet nodig. Kijk op welke lag die nou? Deze denk ik. Gaat weer lekker, Barbara. Maken er weer een... Nou ja, puinhoop wou ik niet zeggen, maar we zijn wel weer lekker bezig. Nee, ze zijn zo sterk. Ja. Zo dan. Gelukkig zit er altijd een achterkant op een papiertje. Dan hoop ik wel dat hij nu wel goed gaat. Dan krijg je net iets meer druk. Die weg. Dan maken we de stempel maar gelijk even een beetje schoon. Met een, in dit geval een babyboekdoekje. Zo. Leggen we hem daar bovenop. Dan halen we deze eraf. Leggen we die aan de kant. Dan had ik hier de die al klaar liggen. Hier de machine. Dan kan je even iets meer in beeld doen. Zo. Dan gaan we deze pas precies hierin. Even kijken. Zo. Deze hier opplakken en deze doen we er overheen zo. Deze doen we lijmen. Doe maar met die dimensionals trouwens. Dat is misschien nog leuker. Heb ik nog
grote. Ja. Deze hier. Beetje in het midden. Dan gaat hier ook een dimensional op. Zo, en dan hebben we hier dat gat nog. En dan gaan we deze precies weer terugleggen in zijn eigen gat, zeg maar. Dan pak ik de sequins. Zo heet dat volgens mij. Geen onder- en geen bovenkant hier. Ik ben altijd bang dat ik dat hele doosje overhoop gooi. Pak hem een gluedotje. Die leggen we hier op dat gaatje, zeg maar. Ja, die had ik al gepakt. En dan zoeken we hier een sequence op. Zo. En dan is hij eigenlijk al klaar. Dan moet er nog een touwtje aan. Dan doe ik er nu een geel touwtje aan. Dit is zo saffron. Het is niet echt heel geel. Nou heb ik nu een iets te kort touwtje om zo'n pot heen te hangen. Maar... camera gaat alles mis. En dan heb je zo een heel leuk label. Dan kan je hier binnenin nog stempelen. Even kijken, die hoort daar. Van voor. Kijk, heb ik nog een klein blok. Ja. En dat doen we dan in het zwart. Dat met terracotta tile doet, dan zie je dat niet zo heel erg goed. Van voor. Kijk eens. En dan heb je zo'n heel leuk label die gewoon weer aan zo'n leuke pot met snoep kan. Ik laat alles vallen nu. Kijk. Geweldig, toch? Verrukkelijk. Nou zag ik dit. Dan had ik van de week zaterdag tijdens de opening een bedankje gemaakt voor iedereen. Dat was deze. Dit doosje. Daar zit een bonbonnetje in. Even kijken of ik het open krijg. Tenminste, een grote chocoladebal zit daarin. Zo een. Past er precies in. Dus ik had ze voor iedereen zo gemaakt. En toen dacht ik, dan is het misschien ook wel leuk om met datzelfde papier en verrukkelijk hem nog een keer te maken. Ik zal heel even een heel klein beetje ruimte maken. Die heb ik zo meteen al nodig. Die kan weg. Die kan even aan de kant. Dit kan even aan de kant. Zo. De maten komen zo meteen precies op mijn komen. Staan gewoon op mijn blog. Dus als je die wil hebben, dan kun je die op mijn blog vinden. Dit is in centimeters. Dus ik pak even mijn... snijmachine. En dan ga ik het hiermee proberen. Ik ben niet zo goed in deze met centimeters. Ik pak mijn klapblaadje er even bij. Dan gaan we op de lange kant eerst op 2,5. Dus dat kun je dan het beste. Nee, ik doe het gewoon zo. 2,5. Dan doe je deze scoren. Dan draai ik hem even om. Dan moeten we naar 5 scoren. En dan gaan we naar 9. Scoren we hem ook. Dan gaan we naar 12. Scoren we hem hier. Dan gaan we naar 16. Die is wat lastiger te zien. En dat zit hier. Volgens mij. En naar 18,5.
En die zit hier. Dan draaien we hem nog een keertje zo. Dan doen we hem aan allebei de kanten nog een keer op 3. En dan kan deze aan de kant. Dan gaan we eerst de vouwen even omvouwen. Het was natuurlijk heerlijk weer gisteren. En vandaag is het gewoon weer koud. Heb je daar ook last van? Ik scoor altijd met de bolle kant naar binnen, zeg maar. Iedereen doet dat geloof ik weer anders. Dan gaan we eerst knippen. Even een grote schaar pakken, is misschien makkelijker. We gaan dan allebei de kanten 2 stukken van bovenaf wegknippen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb deze laatst op Pinterest voorbij zien komen, maar ik weet echt niet meer van wie die is. Ik heb hem namelijk ook niet opgeslagen. Dus ik heb nog gekeken of ik het nog terug kon halen, maar ik kon het niet zo gauw meer vinden. Mocht ik het nog vinden, dan zal ik het erbij zetten op mijn blog. Ik heb ook de maat iets aangepast. Degene die hem gemaakt had, die had hem iets breder gemaakt, namelijk. Voor mij is nu ongeveer 5 centimeter in het midden en zij had een totale lengte van 14 centimeter. Dus dan was hij iets groter. Dan gaan we hier deze inknippen. 1, 2, en hier deze. Hier de puntjes even een beetje af. Dan sluit het doosje altijd iets mooier. Als je er zo'n, hoe heet dat? In het Engels is dat een wedge. In het Nederlands, geen idee. Een spietje of zo. Zullen we het een spietje noemen? Dan is hij zo klaar. Dan gaan we de DSP op plakken. Dat zijn, je hebt nodig 2 stukken van 3,8 bij 4,8 centimeter. En 2 stukjes van 2,3 bij 4,8. Dus die gaan we er nu op plakken. Ga ik even met lijm doen. Let op, dit is papier wat richting heeft. Dat je ze niet op je kop. Op zijn kop plakt. Dat had ik een paar keer met wat hartjes die op zijn kop zaten. Dus dit is dan de bovenkant. Deze gaat dan zo. Weet je het dan soms even niet. Dan moet je gewoon het doosje even voorvouwen. Dan kom je er vanzelf. En dan deze. Ik heb ze iets kleiner gemaakt dan ze moesten zijn. Zie je. Mag de pret niet drukken. Deze moeten dan op zijn kop, hè? Anders zijn ze nog steeds verkeerd. Deze hier. En deze gaat op zijn kop. Zo. Pak ik even de andere label topper punch. Die ligt hier. Dan gaan we allebei de punten even in de label topper stoppen. En in principe moet dat precies passen. Want het is, de topper is voor 2 inch, ongeveer 5,2. Een beetje schuiven. Als je onderop kijkt, zie je altijd of het lukt, ja of nee. Of dat hij in het midden zit. Dat gaan we ook aan deze kant doen. Punchen we deze uit. En
En dan kan hij in elkaar gezet worden. Dan komt hij zo. Die eroverheen, die eroverheen, die eroverheen. En dan moeten deze nog even naar buiten gevouwen worden. Dus dan sluit hij zo. En dan is hij eigenlijk al zo goed als af. Ik ga dat even met lijm doen. Is deze, het heeft niet heel veel nodig. Er komt niks heel zwaars in. Even vasthouden. En dan deze. Dan gaan we deze. Eroverheen. En dan doen we deze kant. Plakken we deze hierop. Zo. En dan had ik bedacht dat ik dat verrukkelijk. Even aan de kant. Kijk, die ligt natuurlijk hier. Even nog een goed blokje op die goed past. Dat ik het ook maar gewoon met de stemperaders moet doen. Ja, welke kleur? Ik ga weer voor. Waar ligt die nou? Ja. Terracotta tile. Dan kom ik nu gewoon even in één keer. Dan gooi ik zeker mijn blok weer weg. Ik kom een beetje zo hier in het midden. Hij moet echt een beetje scheef. Want op de een of andere manier zit mijn... Nou is hij helemaal scheef. Deze gaan we niet doen met de dinges. Maar die doen we met de punch. Daar past hij namelijk ook heel mooi uit. Kijken of ik hem anders een mooier krijg. Nee. Ik heb hem iets te ver naar de bovenkant gemaakt. Kijken hoe we hem recht krijgen. Zo. En die doen we dan hier bovenop. Zo. Kunnen we die nog versieren met nog wat? Ik ben echt alles kwijt vandaag. En ik zit met mijn vieze vingers op dat ding. Dus ik heb nu echt mijn sequences nodig. Nou, zien jullie ze liggen? Ik heb alles net even snel opgeruimd, maar ik kan ze niet meer vinden. Gevonden. Dat het toch nodig zijn. En misschien wist je het al of heb je het al een keertje eerder in een van mijn filmpjes gehoord. Bij €60 kun je dit setje dus gratis erbij krijgen. Hoe leuk zijn die? Ik heb ze al zo verschrikkelijk veel keer gebruikt. Nou heb ik hier dus een vlekje. Daar gaat er dus één op. Hier komt er nog één. Dan doe ik er op het doosje hier nog één. Nou, oh, moet die wel willen. En dan hebben we het zo eventjes. Even kijken. Dan doen we hieronder een. Bermuda B-kleur. Nou, kom op. Die. Zo. En dan nog een terracotta of een terracotta tile. Met een beetje geel hierboven. En dan een gele hier op het
doosje. En deze erop met dimensionals. Oh nee, dat heeft niet zo heel veel nodig. Zit ik nou zeker weer te hoog met mijn dimensionals? Nee, gaat goed. En hem even iets hoger. Recht, Barbara. Doen we deze hier. Zo. Gaat hier een touwtje erheen. Van geel. Zo saffron is dit eigenlijk. Moeten we er natuurlijk normaal gesproken iets in doen. Maar er past meer in, hè. Kaarsjes kunnen erin. Maar ja, dan zou ik er geen verrukkelijk op zetten. Maar. Strikje erin. Strikje zit een beetje aan de zijkant, maar dat maakt niet zoveel uit. Maakt hem wel grappig. En zo heb je dus twee projectjes met de tekst verrukkelijk. Ik hoop dat jullie het een leuk filmpje vonden. Laat het me weten door een duimpje te geven. Wil je niks missen op mijn blog? Schrijf je dan in voor mijn blog. Dat kan gewoon op mijn blog zelf. Wens jullie verder een prettige avond. Of een prettige dag als je dit overdag kijkt. Veel plezier met het namaken van dit project. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan maken. Tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Nogmaals, mijn naam is Barbara van de Boom van de Paper Tree.